Mijn naam is Marco, ik ben persoonlijk begeleider bij de Multimedia Werkplaats. Dit project is gestart om mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt een plek aan te bieden waar ze hun ritme weer op kunnen bouwen. Nou, we beginnen 's ochtends om 8:30 zijn we open en dan komen de deelnemers binnen. Dan drinken we even een bak koffie, weten we alles weer van elkaar en dan gaan we verder met onze opdrachten die we hebben lopen. We hebben intern als extern wat opdrachten. We maken productvideo's, productfoto's, houden Facebookpagina's bij van bedrijven. Ook de webshop met zorggemaakt.nl houden wij bij. Hier staan producten op van een aantal locaties, zoals de Ardèche, de Cubie, de Gilwal, de Toppers. En daarnaast heeft Heerlijk Happy een eigen webshop en daar hebben wij ook de productfoto's van gemaakt. En dat is een uniek concept binnen de Twente Zorgcentra. Deelnemers hebben hier allemaal de capaciteiten om goede foto's te maken. Ze hebben allemaal affiniteit met fotografie en video. Ze zijn creatieve mensen, waardoor we ook professionele kwaliteit leveren. En dat kun je ook terugzien in de producten die we leveren. Kijk eens naar de portfolio op onze website voor een impressie van ons werk. Als een deelnemer binnenkomt en hij heeft iets van de werkdruk in het bedrijfsleven is mij te veel, kunnen wij hen daarin ondersteunen om met kleine stappen weer terug te gaan de maatschappij in. Dat is wel iets heel moois. We hebben mensen die verschillende dagdelen doen. Sommigen komen elke ochtend, sommigen komen de hele dag en sommigen komen bijvoorbeeld in de middag. Lage werkdruk, geen deadlines, alles is bespreekbaar. Dus dat is het mooie aan deze werkplek. Ik zou zeggen, mensen die twijfelen of dit wat voor hen is, kunnen altijd langskomen voor een kop koffie. En dan kunnen we het altijd hebben wat je hier zou kunnen doen.